Vandaag zagen passagiers op Schiphol de douane van een heel andere kant. En ik wil graag een startsein geven. 3, 2, 1, 0! Om 12 uur precies starten 85 medewerkers van douane passagiers en douane cargo in het Wheel of Energy. Samen hopen ze het wiel tot middernacht draaiende te houden. Het is helaas een wijdverbreide ziekte. En in die zin zie je ook dat mensen met hele verschillende achtergronden hier aanwezig zijn. En dat brengt soms zelfs ook wel wat emotie met zich. Dus het is eigenlijk heel mooi dat dit kan en dat het op deze manier gaat. Er zijn mensen die echt meelopen vanuit een bezieling daarover. Maar ook mensen die werken voor hun gezondheid, zingeving. We gaan ervoor. Ook de harmonie van de douane was vertegenwoordigd. 5 hoornblazers speelden voor deze gelegenheid voor het eerst samen en zorgden zo voor de muzikale omlijsting van deze bijzondere dag. Hoe is de sfeer? Heerlijk. Leuke sfeer. Ik had niet zo'n opkomst bij de start verwacht van collega's. En iedereen anders die nog mee wil lopen, doe het, want het is voor een goed doel. Wil je ook meelopen in het wiel? Meld je dan nu aan via wheelofenergy.org.